Een absolute kraker woensdagmiddag voor Ajax onder 19. In de kwartfinale van de Youth League speelt het tegen Real Madrid. En dat maakt het al snel een prachtige wedstrijd. Ja, natuurlijk. De naam Real Madrid is heel groot in de voetbalwereld. En dat je tegen zo'n club mag spelen is mooi. Dan kan je natuurlijk je kwaliteiten laten zien. En ook Ajax presteren, vind ik. Dus het wordt een mooie wedstrijd morgen. Hebben jullie lang uitgekeken naar dit duel? Nou, niet zozeer dit duel, maar zeker wel naar deze ronde. Daar hebben we op gehoopt en natuurlijk ook verder om verder te komen in dit toernooi. En dit is gewoon een grote stap als we deze morgen ook winnen. Maar dat wordt een moeilijke klus, maar daar zijn we klaar voor. Over het grote Real Madrid is alles bekend. Van het hoogste jeugdteam een stuk minder. Maar de ploeg is goed bestudeerd en dus weet Ajax wat het kan verwachten. Ja, vaardige spelers. Wel opkomende backs heel veel natuurlijk. Wel ook in de omschakeling van hun aanval naar verdedigen. Dat is voor ons veel ruimte achter hun. Dus dat gaan we zo veel mogelijk daar ons aandacht aan besteden. En dat zal het wel goed komen en ik heb vertrouwen in het team. Ja, wat merk je aan het team, want jullie reizen op zo'n dag? Er zal misschien wel wat meer spanning op zitten dan bijvoorbeeld in de eerste ronde als je naar IJsland moet. Dit is echt een grote wedstrijd natuurlijk. Merk je dat aan je teamgenoten, aan jezelf? Ik merk het niet zozeer, maar dat zal wel zeker spelen. Maar gezonde spanning is altijd belangrijk. En dat moet je ook hebben, vind ik, als een speler. En dat maakt je nog beter. En dus dat is alleen maar goed voor ons. Kluivert dat deze week net zo goed in het vliegtuig naar Kopenhagen kunnen stappen. Maar het is dus Youth League in plaats van Europa League. En dat is alles behalve een teleurstelling. Ik vind dat ik met deze wedstrijd mee mag is heel mooi voor mij. Want ik ben natuurlijk ook nog eerstejaars A. En het is heel mooi voor mij, ook deze ervaring, ook was ik mee naar Kopenhagen. En hier moet ik er echt staan, heb ik ook zelf het gevoel. En dat ga ik ook zeker proberen morgen te doen voor het team en voor mezelf. En gewoon het beste eruit halen. Want dat had je tegen Kiev natuurlijk ook, moest je het ook laten zien. Ik denk dat je dat wel gedaan hebt in die wedstrijd. Ja, ging goed. Elke wedstrijd, of het naar A1 is, Jong Ajax of eerste, probeer ik 100% te geven. En dat probeer ik elke wedstrijd te doen.